Hey, yo kijkers van mijn kanaal, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Vandaag zijn we natuurlijk weer Mindtopia en vandaag gaan we natuurlijk weer iets stofs doen. Nou ja, ik weet nog niet precies wat ik ga doen, maar het gaat sowieso iets stof worden. Iets stofs worden. Ik heb natuurlijk nog steeds mijn huis open. Well, what the fuck? Dat was mijn deur. Oh, de deur. Ik heb ook helemaal geen deurbel. Shit, ik heb mijn deurbel nog niet eens aangekocht. Nou goed, dat is dus wat ik nog moet doen. Maar goed, ik doe even de deur open. Oeh, patatje Westhoek. Oh, dat was die dude die ik heb gezien bij het DDG event. Yo, Dante. Dit is absoluut niet afgesproken, jongens. Nee, dit is gewoon heel toevallig dat Dante ineens binnenkomt. Ja. Ja. Zit ook een beetje op teamspeak of zo? Nee, het is gewoon... Je hebt ook niet hier heel toevallig een geheime kist zitten. Heel toevallig. Nee, er zit ook helemaal niks in. Dat is, nee, het is eigenlijk allemaal... Wat gaan we doen, Dante? Dante, wat gaan we doen? Wat gaan we doen in deze video? Of video? Het is helemaal geen video, weet je. Of ja, het is wel video. Oh, video? Wat? Nee, leek me leuk dat we misschien even naar een verlaten gebouw gaan. Waar ik nog op plot sta. We kunnen even kijken. Dat vind ik een heel goed plan. We gaan even naar een verlaten gebouw. Yeah, let's go. Yeah, let's go. Yeah. Nou, doen. Je woont heel dichtbij. Vergeet natuurlijk niet dat blauwe duimpje omhoog te doen. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op de Ante, zijn kanaal. Patatje Westhoek staat in de beschrijving. Ook mijn Twitter, die staat ook in de beschrijving. Die staat er weer niet in de beschrijving, maar wel, je gaat de hele verkeerde kant op. En we lopen verkeerd. Yeah, let's go. Hoe kan ik nou zeggen dat we verkeerd lopen? Ik weet het helemaal niet waar het is, het verlaten gebouw. Ja, we hebben nog niet al voor de aflevering hebben we niet al gekeken. Nou jongens, we zijn aangekomen bij de fanshop. Marnix staat niet meer op plot, maar ik wel, dus het is helemaal verlaten. Misschien zijn er wel spoken. Ik zou even... Ja, hier is al een spook. Dat is een hele enge spook. Dit is de kassa. Oh, cool. Wat is dit überhaupt? Kan ik dit in een fik steken? We hebben allemaal eten in de brievenbussen. Echt? Oh, wat zit hier aan? Wat zit er nog meer in? Zo, dus kijk hoe eng dit boekje is. Wat is het dan? Ja. Sowieso maar, ik kom net uit de prison. Je vrienden weten van me. Wat? Oeh. Lol. Eng hoor. Echt heel eng. Ik poep bijna mijn broek. Ja, oké. Kantoor CEO Marnikker. Doe open. Helemaal leeg? Het is helemaal leeg. Het is gewoon helemaal kapot. Het is gewoon helemaal... Oh, zit hier iets in? Wacht, stop eens. Ja. Hallo? Hallo? Oh. Ik hoorde mezelf bij jou. Wat? Oh. Ja. Mom? Oh, nu hoor ik het weer. Als we tegelijkertijd praten, hoor ik jou. Echt? Hoor ik mezelf. Nou, boeien, ga verder. Dit is... hier had Marnik altijd zijn opslag. Maar al deze kisten zijn leeg en de inhoud ligt nu even bij de gemeente. Omdat we een nieuwe fanshop krijgen en dan worden al die spullen daar gewacht. Echt waar? Ja, echt waar. Ja, maar... Oké. Oké, maar ik wil er geen merch van je kopen. Dat vind ik stom. Ik wil geen merch. Hier hebben we een besprekingskamer. Hier kan je zitten en dan gaat Mark hier staan. Die gaat dan een statistiek laten zien wat we allemaal hebben verkocht. Kijk maar, want Kevin edit er nu een heel mooi ding achter met statistieken. En als ik in mijn vingers knip, dan zie je het. Knip. Kijk, oh, allemaal mooie statistieken. En nu klap ik in mijn handen en is het weer weg. Zo, dat heeft Kevin echt goed geëdit. Poeh. Hier hebben we een kantoortje van mij. Dit is het kantoor van mij. Ja, is inderdaad het kantoor van jou. Oké, Neutje heeft me trouwens gisteren vermoord. Wow. Niet in Mindtopia. Oeh. Oh. Sorry. Oh, boef. Oké, ik spring weer naar beneden. Dit is de toonbank. Hier verkoop ik altijd alle merchandise. Wie, jij? Ja, hier staat al ik aan dit? Hoe kom ik aan deze troep? Nee! Hoppa! Geef! Hier. Oké, dit is de geheime kelder. De geheime kelder, maar dit is niet zo, ziet er niet zo verlaten uit. Het ziet er nog gewoon modern uit. Ja, maar het is verlaten. Oké. Hier begon Marnix's carrière. Echt waar? Met dit idee. Geloof ik niet. Wow! Kijk, als ik hier sta, edit Kevin mooi dat ik in achter het strand sta. Oh, het strand. Kijk, daar is de zee. Oh. Als ik in mijn handen knip, dan edit dat ik Kevin dat ik in een oerwoud ben. Zo, kijk. Daar is een aap. Oh, super mooi.
kan je echt goed editen, Ken. Ja, man. Ja, heel goed. Heel goed, heel goed. Ja, top. Oké, okay, wat is hier? Hier heb je het nieuws. Oh, hier. Zullen we nieuwsverslag... Oh. Ja. Welkom bij Tim en Tom zijn vergaderplekje. Oh, nee, ja. Wacht. Dat is nieuws, toch? Oh. Ja. Welkom bij het nieuws van Mytopia. Vandaag... Breaking nieuws. Breaking nieuws. Error heeft een video geüpload op Martje's kanaal. Stop Martje, of is Martje ziek? Ja, dat is wel waar. Maar ik denk dat ze ziek is. Oké, okay, wat is hierachter? Oeh, dat zit geheim met chesten. Zit daar nog wat in die chesten? Nee, allemaal... Oh, marnetjes. Echt? Ja, ik drop een marnetje. Oh. Nee, allemaal leeg. Wat? Oh! Huh? Tembus! Wat heb je gedaan? Oh! Huh? What the fuck? Zie je dat ook? Ja, de nieuwe is er ook al. Kan er, ik sta alleen nog niet op het plot. Oh. Maar is het serieus? Ja. Waar dan? Ook in met op, ja? Ja, ja, ja. Echt? Oh ja. Shit, dat wist ik niet eens. Waar vertel maar. Waar is het? Ik heb hem gebouwd samen met de Mytopia bouwer en TC Vliet. Ja, maar je ziet hem al. Daar is die. Ik zie hem nog niet. Is dat hem? EGS. Hey. Oh, ik zie hem. Die kuis. Dit is het. Oh, holy shit. Hier kunnen we de dingetjes verstoppen. Mijn accu is leeg. Mijn camera. Oh. Oh. Hier hebben we een parkeerplaats voor Marnix's buggy. Heeft hij een buggy? Ja. Een roze buggy. Echt? Hier heb je een achteringang. Uh-huh. En hier kan je ook nog even kijken naar de kassa's. Zo, tof man. En dit is jouw huis zeker. Jij hebt hier wel een huis in Mytopia. Ja. Maar misschien kunnen we... erop vliegen via Uptown. Zullen we even proberen of we erop kunnen vliegen? Oh, misschien kan het wel. Ja, dat gaan we doen. We gaan inbreken, man. Er zitten wel overal barriers, dus we kunnen niet naar binnen. Oké, ze gaan gelijk turp. Oké, we gaan inbreken, man. Oké, go! Dikke Elytra perk, jij. Dikke boost. Waar is het ook weer? Ik ben het kwijt. Chips. Oh, kut! Oh, hier, het roze helipetje. Oh mijn god. ik kan er niet op springen. Je kan wel hier verder op. Roze helipad. Voor de LP's natuurlijk. Je kunt hier even kijken, naar binnen kijken. We hebben een pooltafel. Mm-hmm. Wauw, leuk man. Een gokautomaat. Zo leuk. Een beetje. Maar je hebt alleen geen... Oh ja, hier kan je naar buiten. Ja, hier. Anders had het niet zoveel zin, hè. Nee. En hier, als je hier op gaat staan, ja. En dan in F5, ja. Kan je Marnix's kantoor zien. Oh, zo bedoel je? Ja. Waar? Hier, daar zie je Marnix's kantoor. Kut! Oh mijn god. Oké, ik ben zo terug. Ik kom een beetje mee. Kom hier op. Oh nee, dat kan je niet, want daar zitten barriers. Echt? Nee! Dit zit er wel in. Oh, wat? Oh, hij is naar binnen geglitcht. Hoe kan dat? Kom, kijk. Je moet hier kijken. Hier. Ja. Als je hier in het hoekje staat, ja. Kan je nog iets zien. Daar hebben we een Marnix's parcours in. Echt? Ja, en dan kan je tegen een vriend strijden om geld. Cool. Maar dit was de video. We konden niet in. We konden niet inbreken. Maar dat maakt niet uit. We zijn wel. We hebben tenminste overleefd. En dat gaat weer. Eén dagje overleefd in Mytopia. Daar gaat het allemaal om, hè. Ik vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op Patatje Westhoek. Link in de beschrijving. En zeker Twitter link ook in de beschrijving. Nee. En dan zeggen jullie de volgende keer bij mijn kanaal. Op mijn kanaal of zoiets. Of de volgende keer. Later.